welkom bij deze kersteditie. Vandaag gaan wij kerstballen dikkertje doen met een aantal echte kerstbomen. Zijn wij dat? Zijn wij de kerstboom? Ja, zijn wij. Hoi. Hey. 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 Hey, leuk. Wij gaan kerstbaldikkertje spelen in een leeg pretpark. De kerstman heeft 19 ballen verstopt door het hele park heen en aan de kerstbomen de taak om deze terug te vinden. Alle bomen krijgen een kerstbalschatkaart met erop de aanwijzingen waar de ballen ongeveer verstopt zijn. Maar zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. De bomen krijgen 5 minuten voorsprong en daarna wordt de kerstman losgelaten. Wanneer je wordt getikt door de kerstman, ben je een bal kwijt. En de kerstman beschikt over een golfcar, dus die is een stuk sneller dan de bomen. Daarnaast moeten de bomen ook uitkijken voor elkaar. Want ze kunnen ballen van elkaar stelen door elkaar te tikken. Ja, dit belooft leuk te worden. Ik overhandig hier de kerstbal schatkaarten waar ze ongeveer liggen. Hier, alsjeblieft. Oeh. Alsjeblieft. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En wat zeg ik? Huh? Wat zei je? Mogen we wel kijken? Nee. Kan even dicht houden, verdomme. Oké. En we beginnen over 3, 2, 1, go! Ik heb er al een. Yes! En we hebben al een kerstbal in de pocket! Ik zie er een. Hoe kom ik daar? Maar waar sta ik? Ik zie ook niet waar ik sta! Ja, Sam, dat kan kloppen. Het is namelijk een schatkaart en geen Google Maps met GPS. Fuck! Ik zie niet waar ik sta! Zou ik hier overheen kunnen lopen? Oh my god, ik heb de eerste kerstbal. Kom eens, kijk even. Hij hangt hierboven. De eerste kerstbal is binnen. Kijk, je zou zeggen dat hier wel iets hangt. Ja, je zou zeggen van wel, ja. Even kijken. Ik weet ook niet waar ik sta. Dat is super handig dat ik niet weet waar ik sta. Weet je, fuck, ik ga naar de tent. Nee, hij moet hier. Ik heb de tweede. Maxime komt zo meteen ook. Zo, de 5 minuten zijn voorbij en het is dan nu echt tijd om de kerstballen terug te stelen. Scott, gaan. Even kijken. Waar zitten die snotneuzen? Oh, daar! In dat gebouw. Shit. Sophie! Nee! Sophietje! Waar ben jij? Nee. Oh nee, ik loop dood. Oh nee. Hey! Nee, ik zit in een val. Hallo? Hallo. Nee, ben jij maar een kerstballetje? Ja. Ik had hem net. Nou, dan ga ik weer. Flikker maar op. En we zijn weer een balletje rijker. Jongens, ik ben zo goed bezig. Ik heb de derde kerstbal gevonden. Hij hangt hier. We hebben al 3 punten. We moeten alleen zorgen dat Max ons niet vindt. Heb je geen ballen? Nee! Oh, zal ik deze aan jou geven? Ja? Boeien. Oh, kut. Hij is niet kapot hoor. Hij is nog heel. Maar ik kan je nu wel weer tikken, want nu heb je wel een balletje. Hier komen! Dit loopt dood, Sam. Dit loopt dood. Bal! Oh, kut! Godverdomme! Ja, je kan me nou ook niet meer tikken, dat heeft geen zin. Nee, jongens, veel succes, ik ga er weer vandoor. Nou. Oh, ik hoorde iemand. Oeh, er is gewoon boven een man aan het werk. Hoi! Hebben jullie toevallig een kerstbal gezien? Ja, daar aan de wacht krijgen. Dankjewel! Jongens, dat is de 4e. Kijk, hier is hij. En we zitten op 4. Een kerstbal. Verdomme!
net een bal vind, kom ik iemand tegen. Godverdomme. Oh shit. Godverdomme. Oh, dat is een auto. Ik schrik me de tering. Als het goed is, moet er hier ergens een bal liggen. Bij Sophie, bij Sophie. Ik zie niet of ze een bal heeft. Als ze een bal heeft, kan ik haar pakken. Ik laat haar lekker. Ik ga het niet doen. Ik durf het niet. Oh my god, maar hier moet hem. Oh, ik zie hem. Ja. Goed, kijk eens naar de bal. Oh mijn god. Jongens, kijk hoe gedecoreerd ik ben. Ik heb ook net in paniek tijdens het rennen deze kaart verfrummeld. Ik had stress. Mag ik even? Kut. Want op de kaart staat dat hier ook ballen liggen, maar Sander en... Fuck, daar is de kerstman. Kut. Oh, ik wil ook niet mijn kerstbal laten vallen. Hier, kijk. Sukkels, ze zien me niet. Ik wil even wat drinken. Kan weer niet. Verdomme. Ik ben nu bij de poort van het tikibad. Nee! Ja! Er is een bal kapot gevallen! Oh nee, ik ben een bal kwijt! Oh, hij is ontkomen! Shit! Ik ben een bal kwijt! Dat meen je niet! Shit! Hij is één bal hier verloren! Nou, ik heb hem niet getikt, maar hij heeft hem er dus wel afgerend. Dat is ook goed nieuws. Dat betekent dat hij wel weer een bal armer is. Hier moet dus ook eentje hangen. Ja! Oh my fucking god! Check dit! Oké, ik heb er één. En ik heb hem. Nee! Kut! Wat dom! Godver, ik heb hem weer laten vallen. Ik zie er nog één. Guys, ik zie er nog één. Oh, hij gaat weer los. Oké, ik kan ze dus niet hangen, want dan gaan ze vallen. Kijk, hier hangt er nog één. Oh, gaat ze bijna weer kapot. Ik heb al twee ballen laten vallen, kut! Ik ga nou even slim spelen, want ik heb echt als een debiel gespeeld. Hey, Sander! Ah! Ik moet ergens heen waar zij niet heen kan. Nee! Weer een bal kapot. Ja, weer een bal kwijt. Eigenlijk hoef ik gewoon alleen maar achter mensen aan te rennen. Of rijden. En ze verliezen gewoon ballen. Sander. Ik moet rennen. Oh my god. Ik word echt achterna gezeten. Oh. Hij heeft sowieso super veel ballen. Ik moet even een veilige plek zoeken. In het huisje. Ik ga het huisje in. Er zijn er al twee kapot gevallen. Ik zie Sander. Hoeveel ballen heb je? Ik heb er ook twee laten vallen. Maar ik hang ze niet meer op. Want ze vallen eraf. Ik heb ze gewoon vast. Oké, je moet ze ophangen. Maar ik heb ook geen haakje meer. Ik heb haakje voor je. Nee hoor. Ik vertrouw je niet. Volgens mij komt daar ook Maxime aan. Volgens mij zijn ze een beetje in de verstopmodus geraakt. Dus iedereen is nu een beetje aan het verstoppen voor mij. Want ik denk dat ze doorhebben dat het best wel lekker gaat om ze te vinden. Dus ik denk dat ze nu gewoon in de bosjes zitten of zo. Kijk wat ik vind. Een kerstballetje. Wat vinden jullie van mijn snor trouwens? Ik laat deze maand mijn snor staan. Vind je een beetje sexy? Ik vind het afschuwelijk. Maar goed, ik doe het voor het goede doel. En ik heb er weer eentje. Ik zie een boom lopen. Hij loopt er nog steeds. Ik moet weten of hij ballen bij zich heeft. Want dan kan ik hem tikken. Maar ik durf niet. Het ging net ook al fout. Hij komt hierheen. Ah! Nee! Stop! Nee! Fuck, hij is te snel. Kut, sorry. Kut. Shit. Ik kon mijn camera gewoon niet aanzetten. Ik moest zo hard rennen. Want Sophie die stond op een hoekje bij mij te wachten. Want die Sophie is echt een dikke smieg. Want die gaat dus wachten op plekken waar die ballen liggen. Ik tril helemaal. Okay. Ik moet hopen dat ze nu weg is. Jongens, ik heb er één. Hij hangt aan de auto. Oh, ik kan er niet bij, ik moet er overheen. We hebben er weer één. Dit ga je echt niet menen. Ik spring net weer over dit hekje heen. Valt weer een kerstboombal kapot. Sta ik nog steeds op 3. Dit is echt shit. Ik ga ze ook in mijn hand houden. Dit is echt niet te doen. Oké, nieuw plan.
mijn bestuurder, die rijdt dus verder, alsof ik nog steeds in die wagen zit, maar ik loop hier gewoon. Doe mijn baard even zo hoor, want ik word helemaal gek. We zijn nu op de hotspot waar we de meeste ballen hebben neergeknald. Maar hier hing er één, die is al weg. Hij hangt er nog steeds. Nou, we zeiden dus zo, weet je, we hangen deze hier op. Maar dat vinden ze wel makkelijk. Hij hangt er gewoon nog steeds, de makkelijkste bal. Echt de moeilijkste bal is al lang weggehaald, maar deze hangt hier nog. Nou, we gaan door. Deze mensen die kunnen dus blijkbaar ook nog niet eens zoeken. Ik zag hier dus net iets. Sander is gewoon veel te snel voor mij. Ik was precies niet aan het filmen, maar ik werd net achterna gezeten. Daar is Max. Ik heb er al 3 laten vallen. Ja, dat heb ik door, ja. Jongen. Ik hoef eigenlijk helemaal niks te doen, want ze laten ze toch al vallen. Dus als je gewoon een beetje opjaag, dat is eigenlijk al goed genoeg. Oké, ik denk dat een van de kerstbomen hier al is geweest, want ik kan hier nergens een kerstbal vinden. Jongens, ik heb er weer een gevonden. Hij is zo obvious, maar je ziet hem echt niet als je langs loopt. We hebben er weer een. Dus ik zweem echt helemaal kapot, joh. Ja! Ja! Sam Kroon! Ja! Kut! We moeten echt heel dicht bij hem gaan komen, anders gaan we hem nooit pakken. Shit! Die golfkar is ook steeds keer sneller! Nee! Sukkel! Wat zei je? Ik ben ook zo moe. Ik ben kapot. Heb je 0 ballen? Dit is mijn eerste bal. Nou, veel plezier mee. Ik heb 2 ballen al laten vallen. Sander heeft volgens mij helemaal niks meer nu. Jij zit volgens mij al voor. Nou, succes hè? Jij ook. Oh, ik heb eindelijk een bal gescoord. Oh, zo, yes. Jongens, volgens mijn coördinaten moet hier een bal liggen. Maar dit is oprecht de meest risky plek waar je kan zitten. Want er is geen weg terug. Als je hier boven bent. Hoe kom ik hier weg? Oprecht, hoe kom ik hier weg? Ik kom hier niet weg. Wel een mooi uitzichtje hoor, jongens. Kijk even dan. Oh my god, daar rijdt Max. Sophie is wel echt heel erg slim, want Sophie pakt dus routes die wij dus niet af kunnen leggen. Ze neemt van die sluiproutes. Waar is ze heen? Oh! Oh! Niet! Niet! Dat deed je niet! Nee. Sophietje! Sophietje! Oh shit! Ze geeft op. Ah, ik kan niet meer. Het is wel moeilijk om een kerstman te zijn. Soms dan zie ik die kikkers hier staan, die kikkerprullenbakken, en denk ik ja! En dan is het een kikkerprullenbak. Hier heb je van die kikkerprullenbakken, weet je wel, die dan daar achterin staan. En dan denk je, ik zie een kerstboom. Het is geen kerstboom. Ik zie Sander. Hij heeft sowieso alle ballen. Oké. Ik heb Sophie gezien. Even kijken. Ja, ik zie haar. Oh my god. Zij moet hierheen komen. En dan kan ik haar dus stikken. Dit is zo spannend. Oké, ze zit recht achter die paal. Nee. Kijk. Geef me een balletje. Ja. Oh, ze is bij je. Gaat paniek. Geef balletje maar. Drie ballen. Skere tijden. Fuck. Ik ben sowieso laatste nu. Sorry Sophie. Sorry. Ik ben goed sneller. Hij zat hier toch? Hé? Hoe zag ze me niet? We zijn op zoek naar iemand en waar zou die persoon toch zitten? Ik zou het niet weten waar die persoon zich heeft verstopt. Ja! Sander Pietjes, hè? Oh mijn god. Zullen we tikken? Hey Sophie, Sander! Ik ben skeer.
Ik heb skere tijden. Maar je hebt geen ballen? Ik ben alles kwijt. Echt? Ja. Ik vind het wel chill dat ik nu niks heb, dat wij nu kunnen chillen met elkaar. Dat is wel even waar. Ik ben ook achter Sander aangerend, die rende. En zijn bal viel gewoon ineens twee keer. Oh! Oh! Wat erg, wat zonde! Ja. Ik kan ze ook gewoon vasthouden, hè? Maar dat doe ik niet, ik prik ze vast. Ja, Sam, die dingen die laten op een gegeven moment natuurlijk los. Dus dan kan je ze niet meer vasthangen. Dus dan moet je ze zo vasthouden in je hand. Dat is ook niet heel praktisch. Nou, ik zeg veel succes, niet collega. Oh, oh. Hey. Dan ga ik eventjes balletjes kapen. Mag ik niet even mee die whip in? Of, Nee, dat mag niet. Ja, nee, jij mag officieel dus niet deze waggie in. Nee, oké. Okay. Sam en Sander zijn de enige mensen die nu dus op dit moment heel veel bal hebben. En Sophie niet, want die is ook onderweg naar Sander en Sam. Maar die zijn volgens mij die kant op gegaan, dus ik denk dat wij recht vooruit moeten. Ik probeer nu eigenlijk gewoon een beetje safe te doen. Want ik heb 3 ballen. Volgens mij zijn er echt al 5, 6 ballen gesneuveld. Volgens mij heeft Sander er 2 of 3. Ik heb er ook 3. En Sophie is volgens mij 0, want ik heb net haar laatste afgepakt. Oh mijn god. Ik zit ergens in de duinen verstopt. Zo, ik zie er volgens mij heel smakelijk uit. Gadverdamme! Ik moet weg, ik moet meer ballen hebben, maar ik weet niet waar ik ze kan vinden. Holy shit, ik ben ook ergens onder gewoon. Kut. Ze komen hier langs. Tik! Heb je geen bal? Heb je maar geen bal? Ik heb nog geen conditie. Ik heb geen conditie meer. Nee. Kut. Dit had ik net met jou. Ah, maar mijn hart gaat gewoon stilstaan op een gegeven moment. Mijn is ook helemaal kapot. Nou, kies maar welke kleur wil je. Nog één met een haak, ja. Jij haakt ze niet vast, hè? Nee, want ik heb al 2 laten sneuvelen omdat die haak gewoon... Echt? Ja. Moet die haak kapot gaan? Ik was helemaal trots, ik heb 2 ballen en dan vielen ze allebei. We moeten die ballen vinden. Waar zijn die ballen? Misschien is het wel vals spelen, maar wat nou als ik stiekem het golfkarretje steel? Dan hoop ik dat de sleutels erin zitten en dat ze niet hier staan. Ja, oké. Okay. Holy fuck. Kut. De sleutels zijn eruit. Oh, anders zou ik hierop kunnen zitten. Ho, ho, ho! Ja! Heb jij een balletje voor mij? De camera is zo zwaar. Nee, ik zit er vol. Nee. Oh shit. Nee. Oh shit. We hebben Sophie ingesloten. Ik gun hem jou. Ja, pak hem maar. Snel wegwezen. Nee. Je bent je bal kwijt, hè? Ik ben mijn bal kwijt. Sam! Waar is die jongen? Nee! Ja! Nee! Ik ben... Nee. Daar gaat de bal! En hij is weer 2 ballen kwijt. Nee! Yes! Vanaf nu lopen we wel weer in de gevarenzone. Kerstman komt eraan. Pak Sander niet bij mij! Hou op! Ik heb zo weinig ballen! Nee! Waar ligt die bal? Hij liet hem net vallen. Ik heb hem net gevonden. Oké, okay, jongens, als jullie in het park zijn, mag je dit dus nooit doen. Maar het park is natuurlijk helemaal leeg. Hier rijden dus geen treintjes. Maar ik ben dus een lul, want kijk, hier loopt het dood. Hier ga je een soort mine in. En dit is de enige weg terug. Maar volgens mij is daar Maxime als kerstman. Ja, kijk, dat doe ik. Kut. Ik moet me hier stoppen. In de hoop dat ze mij niet ziet. Kut. Nee! Wat doe jij hier? Ja, ik kan niet verder. Ik kan hier niet in. Jij bent zo fucking dom! Jij bent zo dom! Ik ben van 3 ballen naar 1 bal gegaan. Dat is normaal, joh! Dat is echt slecht. Ik zie er weer eentje. Yes. Yes.
mensen zitten achter me aan. Ik ben ontsnapt. Oh my god, hoe heb ik hier uitgered? Ik zei nog dat hij erin zat. Ik zei het nog. Nee. Dit was niet normaal. Ik weet echt waar ik heen moet. Ik ben helemaal goor. Serieus, maar oké, ik ga even rekenen. Ik heb er nu 2, 4, 5. Ik heb er 3 laten vallen. 8. Sam heeft er sowieso 3 laten vallen, wat ik weet. 11. Dus er zouden er nog 8 moeten zijn. En dan zit ik met mijn 5 best wel safe. Het is niet te geloven. Is hier nog niemand geweest? Yes. Ik ben weer rijk. Ik ben nog nooit zo rijk geweest. Ja, of je nou rijk bent of niet, dit is nooit een goed idee. Ik heb een goed idee. Jongens, ik ben in paradise. Ik ben in paradise! Of kan het niet draaien? Oh, ik dacht dat dit kon draaien. We gaan Sophie proberen te halen, want Sophie heeft waarschijnlijk weer nieuwe ballen gevonden, denk ik. En dan gaan we gewoon maar hopen dat we haar te pakken krijgen, want die jongens zijn zo snel. Dit ga je niet geloven. Dit is heel erg. Nee! Ik wilde in dit ding en ik denk, ik heb die bal dus vast. Ik maak hem hier vast. En ik ga erin staan. En die bal die flikkert weer uit mijn nek. Kut. Mijn allerlaatste bal laat ik vallen. Ja, het enige wat ik nu kan doen om het goed te maken is springen. En dat mag natuurlijk niet met schoenen. Dus ik doe even mijn schoentjes uit. Oh shit! Oh, ik ga hoog. Hier, hele park voor mezelf. Niemand die me tikt, want ik heb toch geen ballen meer. Lekker. En daar rent Sophie. En daar rent ze. Nee, dit gaat me niet gebeuren. Dit gaat me verdomme niet gebeuren. Ah! Oh, Sofietje. Ik heb geen conditie meer. Ja, ja, ja. Sofietje, Sofietje, Sofietje. Shit, shit, shit. Ah, nee. Ah, nee. Ik was even rijk. Een nadruk op even. Oh, je hebt ook gewoon 3! Ja. Ja, wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, ja. Hoi. Hoi. Dankjewel voor de bal. Alsjeblieft. Leuke gat in je broek. Dit? Ja, leuk. Dankjewel, hè. Ik zie jou bij de finish. Ja, bij de finish hoop ik pas. Bijna afgelopen. Ja. Dus je moet opschieten. Ja. Succes. Dus niet. Dit was de attractie waar ik net in stond. En toen ben ik daar ben ik tussen gekropen. Holy shit, hier gewoon. Dat ze dat niet heeft gezien is echt insane. Oké, ik heb nou wel genoeg gesprongen. Ik ben helemaal kapot. Ik ga weer op zoek naar de andere. Ik ga proberen om er even een balletje te stellen. Ik kan natuurlijk niet eindigen met 0 ballen. En het is ook wel, goed om te weten dat ik Maxime en Sophie niet mag voeren. Het is wel mooi om dat even te weten. Ik vind het zo raar dat ik Sophie niet zo vaak heb gezien. Hier rent Sophie ook. Nu moet ik erheen, want Sophie heeft ballen. En blijkbaar Sander ook, want Sander rent weg. Oh mijn god, ik moet echt aan mijn conditie werken. Sophie had wel allemaal kerstballen. Wow. Dikkie. Ja, geef me een balletje. Pak hem maar. Ik wil roze. Hoeveel ballen heeft Sander, weet je dat? Veel, denk ik. Ja? Ik denk het. Hoe heb jij er? 1. Oh. Ik heb er eentje laten vallen. Nee! Nee, hoe kan dat nou? Ja, ik wil er even spelen in de speeltuin. Toen is hij gevallen. Doe je tijd stellen mooi. Oh shit. Oh! Oh! Nee! Nee! Je laatste bal en ik heb jouw ene laatste. En jij moet uitkijken voor mij. Misschien is het wel verstandig om nou eventjes een sprintje te gaan trainen. Ik spuug helemaal. Nee! Oh nee! Mijn balletje! Ah, ah, ah! Ja! Hallo! Ik was nog even. Heb jij een kerstbal? Ik was even in de rouw. Omdat mijn kerstbal net was gedonderd. Nee! Kijk, hij ligt hier in 1000 stukken! Jongens, waarom pakken jullie hier ook
gewoon niet. Welke? Ga ik niet zeggen. Jullie zijn mij. Als ik jou was, zou ik even achter Sam aan gaan. Sam? Ga maar weg. Yes. Ja, die is de hoek om. Oké. Yes. Weer opdonderen hier. Yes. Sam. Sammetje! Ik wil niet rennen! Oh nee, dit loopt dood, of niet? Sam. Kut. Het herinnert me ergens aan. Je bent zo fucking dom! Ja, dat kan niet. Wat gaan we nu doen? Hoe is het? Hey. Gaat het een beetje goed? Ja. Jij zoekt de bal zeker? Ja. Dankjewel, hè. Hey, stop hem maar lekker in je zak. Ja, ik heb sowieso gewonnen. Dat moet toch wel? Kerstman! Het is klaar, toch? Ja! Zijn jullie zo speciaal te schreeuwen? Ja, want het zit je te schreeuwen. Hoeveel ballen heb jij, jongen? Paar. Ja, maar hij denkt dat zijn balzak ook mee telt. Je balzak telt niet mee, hè? Oh, dan heb ik geen ballen. Ik zei, hij heeft helemaal niks. Ja, dus voor mij heeft iedereen helemaal niks. Ik heb er 6. Oké, jongens, zullen we wel lekker naar het eindpunt toe lopen? We zijn weer terug en ik heb 3 ballen gekaapt. Jullie zijn ook heel erg vaak weggerend voor mij. En toen zijn er ook een aantal ballen gesneuveld. Maar goed, nu ben ik heel erg benieuwd hoeveel ballen jullie hebben. Ik had op mijn hoogtepunt 3 ballen. En toen wilde ik dat naar 4 brengen. Maar toen werd ik bijna getikt, waardoor ik rende. En dus 1 bal liet vallen. En de andere, die heeft Sander gepakt. En uiteindelijk heb ik eentje overgehouden. Toen ben ik hier bij dat rad. Wilde ik even spelen, want ja, ik had niks te doen in 3 ballen, prima. Valt die laatste bal, waardoor ik dus uiteindelijk 0 ballen had. Dus ik heb gewoon 0 ballen! Je hebt een 0. Oh, ja. Wat slecht! Oh my god. Maar ik heb nog wel deze hoor, dus ik kan nog wel voortplanten. Op mijn hoogtepunt had ik ook 3 ballen. Mijn eerste bal is toen gekaapt door jou. Tweede bal door jou. En mijn derde bal. Toen ging ik achter jou en toen viel die laatste kapot. Ja. Maar toen heb ik uiteindelijk nog voor de kikkerachtbaan deze weten te kapen. Dus ik heb er 1. Wat is het slecht gegaan, jongen? Jongens, ik ben 4 kerstballen kwijtgeraakt. Oh. Terwijl ik er eentje pakte, moest ik over een hek klimmen. En toen ik er overheen sprong, toen viel er eentje af. Tijdens wegrennen, ik ben 3 keer voor jou weggerend of zo, ben ik er 3 keer eentje kwijtgeraakt. Maar ik heb wel een paar ballen. Nee! Oh! Nee! Wat? 5? Ik heb er nog 5. Oh my god! Hè? Maar ik ben ook nog helemaal achter jou aangerend. Ja, die heeft geen ballen meer, want die zijn nu afgevallen. Ja, maar ik heb die ook gewoon gelaten. Joh, die dingen die zaten zo, die kon ik niet meer opdoen. En dan helemaal tegen mij zeggen, ja, je moet ze ophangen, anders tel ik nou, niet. Ik twijfel wie hier de winnaar is. Ik zou het niet weten. Het was degene met de minste ballen die heeft gewonnen. Ja, klopt. De winnaar van kerstballen zoeken. Nee, kerstbaltikkertje. Opnieuw. De winnaar van kerstbaltikkertje 2023 is geworden... Wij wensen. Ik wil aftellen. Oké, 3, 2, 1. Wij wensen jullie een fijne kerst. Gelukkig jaar. 3, 2, 1. Wij wensen jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ja! Yeah!